Ik ben wel content van hier te zijn, ook al is het 6 uur trein heen en weer, om hier even te zijn. Maar ja, we zijn al 22 jaar bezig met Wervel rond heel dat soja-thema. En mijn reizen in Brazilië met de bus is echt veel meer dan die 3 uur trein naar hier. Dat is soms 24 uur bus, om rond dat soja-thema te hebben. En het gekke is dat we in Brazilië eigenlijk meer effect hebben, onder andere met die boeken die ik zelfs wil geven aan FIAN Nederland, die juist begonnen zijn, toch als een onderdeel van die grote beweging FIAN International. Dus de Brazilianen liggen blijkbaar meer wakker ervan dan de Belgen, laat staan de Nederlanders. Nochtans is Rotterdam al tientallen jaren de grote importhaven van soja. En we zijn dan content dat ook in Nederland de laatste jaren toch serieus wat losgekomen is rond die soja. Nu, hier het woord greenwash is al regelmatig gevallen. Wij denken eraan om in Wervel dit jaar een greenwash prijs te geven. En het zou wel eens kunnen zijn dat de RTRS deze prijs gaat krijgen, tenzij we nog een instantie zouden vinden die nog greener zijn in de greenwash. Dus wij hebben als Wervel en samen met het netwerk van andere organisaties die internationale brief ook verstuurd naar allerlei supermarkten in België. Dat gaat toch zelfs overhandigd worden aan Ahold. En we hebben inderdaad ook een brief gestuurd als bezorgde Vlaamse en enkele Belgische NGO's richting Nederlandse NGO's van: jongens, pas toch op, jullie zijn vrij geïsoleerd in Europa. Wij alleszins Vlamingen, wij willen dat absoluut niet in die greenwash verhaal meegaan. Ja, ik ga het hierbij laten als ik misschien heel even de man van FIAN terug mag hier hebben. Hij was wel juist hier, maar ik zou hem willen enkele boeken geven. Het is eigenlijk een poging om in eenvoudige verhalen heel ingewikkelde dingen zoals WTO, FAO enzovoort te brengen aan beide kanten van de oceaan. En om een aantal mechanismen die internationaal werken, maar heel onzichtbaar zijn, zowel in Nederland, in Europa als in Brazilië, proberen we hierin te sprake te brengen. Het eerste boek gaat over het probleem van de soja. Op zich is soja geen probleem, maar wel een hele systeem wereldwijd. Dat gaat erover. Ik heb de Nederlandse versie, want ik neem aan dat je Portugees niet leest. Nee. En dit is dan in Portugees alleen dat soja, voorbij de soja, over allerlei creativiteit van boeren in Europa en Brazilië, met het nieuwe concept van voedselsoevereiniteit. Van wat zou dat kunnen concreet zijn, voedselsoevereiniteit. Het laatste hoofdstuk is theorie van wat is voedselsoevereiniteit. En dan hier het laatste boekje, met het laatste hoofdstuk, namelijk over de geschiedenis van het veevoer van de 19e eeuw tot nu. Met de verklaring van hoe het komt dat Nederland zo koploper is van import enzovoort en ook heel veel exportbelangen heeft richting wereldmarkt. Voilà, alstublieft. En stel dat je een keer uw collega's in Brussel gaat bezoeken. CEO heeft een lobbytour uitgewerkt langs de grote pesticidenlobby en GGO-lobby in Brussel op enkele honderden meter van het Europees Parlement en de Commissie. Die kunt je die tour ook eens gaan doen. Voilà, het beste. Bye.